Namens het PBL en het Centraal Planbureau, het CPB, heet ik u allen heel hartelijk welkom bij deze lancering van de toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving. En een speciaal welkom natuurlijk voor u, mevrouw de minister. We kijken vooruit naar de jaren 2030 en 2050. We brengen een aantal onzekerheden, mogelijke ontwikkelingen in beeld op het gebied van de fysieke leefomgeving. Dat is de omgeving waar we wonen en werken. We kijken naar waar mensen wonen, we kijken naar hoe ze bewegen, hoe ze energie gebruiken en wat er in de landbouw gebeurt. Een belangrijke conclusie is dat we de komende jaren nog wel steeds welvarender worden, maar dat de groei wat minder is dan wat we de afgelopen decennia hebben gezien, omdat de vergrijzing met name een rol gaat spelen. En op een aantal terreinen zien we knelpunten ontstaan. Na 2030 in de infrastructuur. Er zijn geluidsrestricties op Schiphol. En een belangrijke conclusie is ook dat we in ons energiegebruik een enorme transitie moeten gaan doormaken. We moeten anders met onze energie omgaan. Moeten we ons zorgen maken? Nee, we hoeven ons helemaal geen zorgen te maken. Deze WLO biedt juist een kans om na te denken over een toekomst die we willen. Ja, ik ga meteen even reageren, dames en heren. Ik ben in ieder geval heel blij met de scenario's die ik nu gekregen heb. En dat moet ik ook zeggen dankzij namens mijn collega's Kamp en Blok, die hier nu niet bij aanwezig zijn, maar die ook zeker dit gaan gebruiken voor hun nieuwe ideeën. En die verkenning is bijzonder, het werd al even gezegd door Laura, was in 2006 voor het laatst gekomen en nu hebben we er weer één. En ik zag net wanneer de volgende alweer gepland staat, al deed dat projectleider wat verzuchten. Maar het is natuurlijk ook gewoon bijzonder vanwege de inhoud, want hoe vaak komt het nou voor dat je in je glazen bol kijkt, zo 35 jaar verder, en ook nog daar toch een soort gedegen verhaal van weet te maken, gebaseerd op ontwikkelingen die we kennen en die je dan extrapoleert. En dat is natuurlijk heel complex, want de wereld is niet zwart-wit. Dus er gebeurt van alles en je zult toch uiteindelijk ook rekening daarmee moeten houden. Maar tegelijkertijd gaan wij het gebruiken als bouwsteen voor ons beleid. Dus er rust ook een zware verantwoordelijkheid op jullie schouders. Of dat nou gaat om beleid met betrekking tot bevolkingsontwikkeling, woningbehoeften in verschillende regio's, ontwikkeling van mobiliteit. De WLO geeft daar richting aan, geeft houvast. En ik denk dat het ook bijvoorbeeld belangrijk is, zoals gezegd werd, bij de ontwikkeling van de nationale omgevingsvisie. En de toekomst is open, maar niet leeg, schreef de WRR een keer in een eerdere toekomstverkenning. En ik denk ook dat het daarom gaat, omdat je kunt wetenschappelijk doordenken welk toekomstbeeld of welke toekomstbeelden er kunnen ontstaan. Maar je moet het uiteindelijk gebruiken als basis voor je politieke besluitvorming. Als politici zullen we natuurlijk uiteindelijk zelf besluiten moeten nemen over hoe we die toekomst dan verder in gaan vullen. Wat je mogelijk wil maken, wat je onmogelijk wil maken op basis van de beelden. Maar zul je ook moeten gaan kijken naar wat er allemaal in de markt om je heen gebeurt. En ik zal daar straks ook nog wat over zeggen. Maar bij politiek hoort natuurlijk toch een soort beeld van wat is nou een mooie nieuwe werkelijkheid voor ons in de toekomst. Streefbeelden, wensbeelden, hoe je het ook wil noemen. En die moet je kunnen koppelen aan dit soort scenario's die ook aangeven of iets realistisch is of niet. En als ik denk over toekomstverkenningen, dan zit ik in een heel andere bladzijde. En dan denk ik nou over hoe ziet nou een stad eruit over 100 jaar. En dan zie ik eigenlijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar huidige trends, dan zie ik dat tegen die tijd alle verkeerssystemen aan elkaar gekoppeld zijn. Of dat nou van het verkeersmanagement van OV of navigatie van zelfrijdende auto's of de fietsvoorzieningen. Dat de bushalte niet meer bestaat, een soort on-demand balie waar je alle typen vervoer kunt krijgen. En eigenlijk is dat misschien ook helemaal niet eens meer een fysieke plek, want waarom zou je daar nog een fysieke plek voor hebben? Parkeren hoeft niet meer overal, dus dan kun je ook je publieke ruimte gebruiken voor groen of voor andere activiteiten. Kun je er nog meer bij verzinnen. Je maximumsnelheden, die kun je gewoon regelen. Die hoef je niet meer met van die borden langs de weg te zetten die dan voor iedereen onduidelijk zijn, maar dat is gewoon in-car zit dat. De gemeente heeft een soort van dashboard, dus als er te veel CO2 uitstoot is, nou, dan kun je het verkeer een beetje reguleren, kan er wat minder de stad in en als het weer kan er weer wat meer de stad ingaan.
Ik ben zelf aan het kijken van in hoeverre zijn we in staat om wegen energie op te laten wekken. In hoeverre zijn we in staat om al onze kunstwerken, en dan gaat het niet om schilderijen, maar om bruggen en tunnels en dat soort zaken, om die ook energie neutraal te laten zijn. We hebben er al eentje gerealiseerd bij Kampen. Ja, dat zijn de beelden waar ik dan aan denk. En daar heb ik die scenario's voor nodig om te kunnen zien, is dat nou realistisch of niet. Kan ik daarmee aan de slag? En ik gebruik die toekomstbeelden dus om richting te geven aan ons handelen, om te verkennen waar de kansen liggen. En als bijvoorbeeld de verstedelijking zich doorzet, nou, dat is een van de trends die je daarin ziet, ja, dan voldoen traditionele oplossingen niet meer. Ik zeg het vaker, ik kan 7 banen om Utrecht aanleggen qua snelweg, maar ik kan niet met 7 banen de stad in. Dat is gewoon niet mogelijk. Dus je moet heel andere oplossingen bedenken om die mobiliteit in een verstedelijkt gebied te realiseren. Maar tegelijkertijd blijft het spannend, want het was niet voorzien dat we economische crisis kregen. We hebben nu al een tijd lang een verstedelijking, maar we hebben ook nog relatief jonge mensen. En wat gaat straks de vergrijste bevolking doen? Wil die misschien weer naar buiten? Of zijn dat degenen die alsnog zeggen, nee, ik wil ook graag dat stedelijk gebied, in dat stedelijk gebied wonen? Het blijft gewoon spannend om te zien hoe de ontwikkelingen uiteindelijk eruit zullen gaan zien. En dat was ook waarom ik zo nieuwsgierig was naar uw verkenning, want u noemt het misschien zelf een beleidsarme toekomstverkenning, maar hij is misschien beleidsarm, hij is wel heel erg rijk aan analyse. En die analyses die hebben we gewoon nodig om ook de debatten te kunnen voeren over wenselijkheid van politieke beslissingen. En natuurlijk zitten er onzekerheden in analyses, of je nou hebt over de bevolkingsgroei tot de mate van economische groei, de invloed van technologie. Misschien is dat ook wel een hele belangrijke. Wat doet de markt? Hè? Wat was het juni 2007 toen de iPhone werd geïntroduceerd en de hele wereld communiceert nu met zo'n mobiel apparaat en je afspraken worden gemaakt, je bent de dag en nacht bereikbaar. En ik weet niet of we hadden kunnen voorstellen dat in zo'n korte tijd onze wereld zo zou veranderen op dat vlak. Ik ben zelf fan van autonoom rijden, daar zal ik zo meteen nog iets over zeggen, maar de drones, wat gaan die straks betekenen? We hebben de mobiliteit doorgetrokken, we hebben het over personenvervoer, we hebben het over vrachtvervoer. Maar gaan de pakjes straks door de lucht in plaats van door het stedelijke gebied? Ja, wat betekent dat nou eigenlijk allemaal? Dus dat soort zaken zijn voor mij ook belangrijk om te kunnen plotten op die verschillende scenario's. Nou, in de kern is eigenlijk dat u geeft een beeld van wat er op ons afkomt. Wij kunnen daar rekening mee houden, maar u geeft niet een beeld wat het effect is van ons beleid. U geeft wel het beleid tot nu toe door, maar niet wat er daarna nog te gebeuren staat. Soms omdat het zogenaamd ophoudt te bestaan, en die kanttekening werd al even gemaakt, zo'n meerteprogramma, wat gaat over investeringen in wegen en in vaarwegen en in spoorwegen, dat loopt tot 2028. Het is natuurlijk niet zo dat we in 2028 in één keer daarmee op gaan houden, maar tegelijkertijd mag en kan je het niet doortrekken. En dat is ook altijd, denk ik, de beperking die alle planbureaus hebben. Je weet niet wat de nieuwe technologieën gaan brengen, je weet niet wat nieuw beleid gaat brengen. En tegelijkertijd is het juist wel mooi dat u zegt, ja, maar ik doe dat zonder uw wensbeelden, want dan kunt u vervolgens zien wat nou het effect is als u wat gaat doen op die scenario's die we hebben. Nou, u schetst van 2030 tot 2050 een beeld van economische ontwikkeling met de groei die beduidend lager ligt dan de afgelopen 35 jaar. 2% per jaar in het hoge scenario, 1% in het lage scenario. En dat klinkt misschien als het wordt nooit meer zoals vroeger. Maar er is alsnog wel een beeld van aanhoudende groei. Dus ook daar zullen we op moeten inspelen, want elke groei heeft zijn effecten. Of dat nou op milieu of mobiliteit, maar ook op de sociale aspecten in ons land. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om die groei te stimuleren. Maar je ziet hier natuurlijk toch ook dat andere continenten, waar de groei ook heel fors is geweest de afgelopen jaren, dat die aardig met ons concurreren, waar wij vroeger iets automatischer de groei konden opsoeperen. Positief is dat we ouder en gezonder blijven. En die levensverwachting die neemt in beide scenario's toe. In de hoge met 7 jaar, in de lage met 4 jaar. Dubbele vergrijzingen krijgen we. Het aantal 75-plussers wordt ruim 2 keer zo groot. Maar ook daar is het natuurlijk best spannend. Hè? Wat doen zij? Als je denkt aan mobiliteit, wij noemen dat grijs op reis. Ik mag het zeggen, want straks zit ik ook in die groep over in 2050.
Die zitten nu nog allemaal, ook in spitstijden, in de auto. Maar misschien kun je ze weer heel anders beïnvloeden dan we nu aan het beïnvloeden zijn. Als we proberen om met werkgevers afspraken te maken over wanneer werknemers in de auto zitten. En of het een beetje kunnen spreiden. Dus het is echt wel interessant om te gebruiken. Trek naar de steden, ik zei er net al iets over, groei, krimp, waar ga je straks wonen? De omgevingswet spelen we er in ieder geval op in door te zeggen, nou, we maken het makkelijker voor gemeentes om individuele keuzes te maken, meer ruimte voor eigen beleid, eigen ruimtelijk beleid, waardoor er ook veel meer maatwerk mogelijk is. En ja, en dan de klimaatverkenningen, die natuurlijk inderdaad nu heel erg interessant zijn. En het is ook wel mooi om te zien dat je in het hoogscenario minder graden opwarming hebt dan in het laagscenario, terwijl je eerst andersom zou verwachten. Maar het geeft eigenlijk aan hoe belangrijk de invloed van internationale samenwerking, technologie is, omdat die er nou juist voor zorgen dat je in dat hoger scenario uiteindelijk komt tot een gunstiger resultaat en een lagere opwarming. Nou, het belang van Parijs is helder. Het gaat natuurlijk heel erg over mitigatie. Wat moeten we niet meer doen om zo dicht mogelijk bij die 2 graden te komen? Maar ook maar weer zoiets kan ook wel eens helemaal anders zijn. Als je denkt aan de adaptatiekant. We beschermen onszelf tegen overstromingen in ons land. We hebben een kwetsbare positie. 1/3 van ons land is overstromingsgevoelig. 2/3 van ons bruto nationaal product wordt erin verdiend. Is dat nou straks een asset, omdat wij een heel hoog beschermingsniveau hebben en bijvoorbeeld Azië echt grote problemen heeft, misschien wel grote economische groei, maar 1 meter zeespiegelrijzing in Bangladesh betekent dat ze 1/5 van hun land kwijt zijn. Om maar even een voorbeeld te geven, de Filipijnen is een van de meest bedreigde gebieden. Maar waar we ook zitten, in Myanmar, Vietnam, noem maar op, met alle grote rivieren die er doorheen gaan. Dus het zijn zijstapjes, maar kijk je naar de mitigatiekant, dan moeten we met z'n allen wat doen aan de bescherming. En kijk je naar de adaptatiekant, zou het best wel eens kunnen zijn dat door de ramp van de een de andere uiteindelijk zich weer gunstig ontwikkelt. Of precies andersom. Wat nou als wij een overstroming hebben? Nou, dan is de economie bij ons voor de komende 10 jaar ook, laten we zeggen, niet meer aan de orde. Enige economische groei. Mobiliteitsbeeld werd ook wat over gezegd. Daar kijk je natuurlijk ook heel met belangstelling naar. Omdat je ziet dat die toeneemt, ook bij vergrijzing, ook bij een afnemende groei van de bevolking. Dat je zowel op de hoofdwegen als in de steden knelpunten gaat zien. En dat betekent eigenlijk dat er ook na 2028, als ons meer dan dat nu volgepland staat, als die programma's doorlopen zijn, dat we verder moeten investeren, dat er ook aanvullende maatregelen nodig zijn. Nou, dat wist ik natuurlijk al lang, dat had ik ook al gezegd. Maar het is wel van belang, omdat we ook nu weer onderzoeken op dit moment, hoe moet het verder met de infrafonds? Nou, zo'n verkenning speelt zeker een rol. Maar ja, dan kom ik ook toch weer op die zelfrijdende auto, want ik was natuurlijk al op zoek naar de zelfrijdende auto in de WLO's. En het is voor mij niet per se deze technologische ontwikkeling die het zo interessant maakt. Want ik vind heel veel technologische ontwikkelingen interessant. Maar in mijn optiek zorgt een zelfrijdende auto of een autonoom rijdende auto ook dat je meer capaciteit kunt afwikkelen op de weg. Dat je minder benzine gebruikt, minder brandstof gebruikt. Dat je veiliger rijdt, dus minder ongevallen. Ook daardoor weer niet alleen minder leed, maar ook minder files. En ook dat soort elementen die nog heel erg in opkomst zijn, die hebben natuurlijk straks een invloed. Hè? Dus wat betekent nou het laag en het hoog scenario, zitten dit soort dingen daar wel of niet in? Maar ik snap ook wel dat we het niet kunnen meenemen, want je weet niet hoe het eruit gaat zien en hoe snel het gaat. En ik keek als kind naar Griet Titulaar, die had dan het huis van de toekomst. En dan kon dan alles, als je melk uit de ijskast haalde, dan bestelde je alweer nieuwe melk en de deur en de licht en alles. Ging allemaal automatisch. Nou, ik heb laatst mijn huis verbouwd. Ik probeerde van die op afstand bedienbare lichten te realiseren. Het was echt gewoon heel complex. En wie woont hier nou in het huis van de toekomst? Ik denk nog bijna niemand. Misschien heeft een enkeling van uw toon, hè, die dan een beetje op afstand kijkt naar de verwarming. Maar het is echt best wel lang geleden, Griet Titulaar. En het kan allemaal. En het is gewoon niet gebeurd. Dus met die auto, het kan allemaal. Maar gaat het ook gebeuren? Want we kunnen al automatisch bijsturen, verkeer in de gaten houden, automatisch afstand houden. Autopiloot zit er al in. Ik heb alle varianten al uitgeprobeerd.
Ik denk ook, er stond ergens dat het in 2050, dat er dan verwacht werd dat het effecten zou hebben. Ik denk zelf echt veel eerder. Ik denk dat het heel voorzichtig inschatting is, omdat volgend jaar de eerste Wiepots rondrijden in Gelderland. Het vrachtverkeer, dat werkt al voor een deel in platooning. Dus ik denk dat het wel veel eerder gebeurt. Maar tegelijkertijd snap ik ook dat u het niet kan meenemen of niet kan vertalen, omdat het zaken zijn die nog onzeker of onduidelijk zijn. En dan een hele andere, de luchtvaart. Ik was blij om te zien dat de ontwikkelingen zo goed gingen voor de komende jaren, want we hebben natuurlijk een hele discussie over de luchtvaart, van hoe staat het ermee en wat kunnen we nou eigenlijk, hebben we wel genoeg bewegingen straks om onze hubfunctie ook waar te maken. Nou, als je naar deze voorspellingen kijkt, of je nou in het laag- of het hooggroeiscenario zit, hebben we echt nog heel veel markt en nog heel veel te doen. Aan de andere kant is het inderdaad zo dat wij op een plek zitten, midden in de Randstad, die niet zomaar alle vliegbewegingen mogelijk maakt. En dat er dus inderdaad heel goed gekeken zou moeten wat nou deze scenario's betekenen voor het beleid. Dus hier gaat het bijna andersom. Hè. Hier kijk je niet zozeer naar de nieuwste technologische ontwikkelingen, maar je ziet die lijn en je gaat vervolgens kijken hoe je beleid daarop gaat aanpassen. Naar de woningen. We zijn eindeloos bezig geweest met een project Raam om allerlei woningen naar Flevoland te krijgen. Ik heb gekeken naar het plaatje, maar ik zag niks roods, niks rozigs. Een beetje lichtblauw, dus dat zijn toch wel de zaken waar we goed weer eens even naar moeten kijken. En natuurlijk de energievoorziening, dat daar van alles aan alternatief moet komen. Ook dat is een hele belangrijke, heel moeilijk voor ons land, want we hebben nou helemaal geen, we hebben wel, we hebben eigenlijk traagstromende rivieren, zoals Laura het al zei. Niet van die snelstromende rivieren waar je zo'n dam in kan zetten en dan even wat hydropower regelen. Dus dan zijn we aangewezen op wind en zon. En ja, zeker wind is gewoon vaak een heel complexe discussie. Dus ook daar is het zo belangrijk dat er weer nieuwe dingen uitgevonden worden om die opgave te realiseren. En anders hebben wij inderdaad een probleem. En het probleem, dat kijkt ons gewoon constant recht aan in het gezicht. Tot slot, we hebben in ieder geval weer heel veel nieuwe stof tot nadenken, tot aanscherpen van strategische beleidsplannen, doorlichten van lopende projecten en programma's. Mijn waardering echt voor de manier waarop het tot stand is gekomen. Ik hoop dat, ondanks het feit dat jullie op het laatst nog heel veel moesten doen, toch echt ook van genoten hebben om het te doen. Als gebruikers zijn we in ieder geval blij, want we zijn meer betrokken bij het proces, meer dan de vorige keer. En natuurlijk is het een onafhankelijk product, dat zeg ik nadrukkelijk, maar op basis met de ervaring van het vorige WLO, waar heel veel scenario's waren, hebben we gezegd, het zou wel prettig zijn als er minder scenario's zijn, maar dan meer zicht op specifieke onzekerheden. Dat zit er ook expliciet in. Dus we kunnen dit hanteren, het is bruikbaar in de praktijk van het beleid maken. Ik denk dat het goed toepasbaar is en daardoor eigenlijk verbeterd ten opzichte van de vorige versie. En ja, rest mij eigenlijk om iedereen, want er zitten hier een paar op de voorste rij, maar om iedereen die eraan gewerkt heeft, bij de planbureaus, bij beide planbureaus, om die hartelijk te danken. Ik denk dat u ons over een tijdje maar zo even moet vragen, ook wat heeft u nou allemaal mee gedaan? Voor een deel zullen jullie het zien, want voor een deel volgen jullie ons ook op de voet. Maar nogmaals, ik ben er blij mee, ook namens mijn beide collega's. Ik ga ermee aan de slag. En eens even kijken of we die voorspellingen nog een beetje kunnen keren met het beleid wat we maken. Dank jullie wel.